Het zonnepark op de voormalige afvalberg van Avri in Geldermals is officieel geopend. Gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk verzorgde de openingshandeling onder toeziend oog van zo'n 50 aanwezige bestuurders en relaties. Met de bouw van het zonnepark krijgt de oude afvalberg aan de A15 een nieuwe en duurzame bestemming voor de toekomst. Het zonnepark is met een oppervlakte van 12 hectare het grootste van Gelderland. Ook landelijk behoort het tot een van de grootste zonneparken. De ruim 34.000 zonnepanelen leveren samen een vermogen van 9,3 megawatt op. Dit is voldoende om ongeveer 3.000 huishoudens van stroom te voorzien.